contract bij Blue Note is gewoon ja, de cherry on the cake. Ik las dat je op je weblog dat je pas heen en weer bent gevlogen naar New York. Ja. Daar was jij voor op het opnemen van nieuwe nummers? Ja, in eerste instantie om te schrijven. Ja. Ja, zeg maar voor wat extra songs, want we zijn op zoek naar, ze zijn natuurlijk al gekozen, maar we waren op zoek naar twee extra songs voor het album. En dan gewoon bij het Yellow Brick Road zoals het nu is, en dat zou dan het internationale album ook moeten zijn. Waarom eigenlijk twee extra nummers bij het, er staan toch al eigenlijk al aardig wat nummers op natuurlijk. Ja. Nou, die vraag was er eigenlijk vanuit Blue Note. Om gewoon nog twee extra singles erop te zetten, zodat we gewoon veel keuze hebben eigenlijk. Dus dat was het. Dus voor mij was dat, om weer een beetje creatief bezig te gaan is altijd leuk. Dus, ja. Ja, en heb jij daar in New York ook al nummers opgenomen voor het nieuwe album? Ik heb wel gewoon een vocals ingezongen. En één van de songs die ook gekozen is, vocals waren, zijn zo gebleven, dus ik heb het niet opnieuw hoeven in te zingen, maar de andere song die is gekozen, daarvan heb ik de vocals hiervan opgenomen. Dus de muziek is daar gedaan en van één song is de vocals hier opgenomen. Ja, je hebt inmiddels één album uit, dan in juni was het hè, dat er een tweede uit ging komen, of een nieuwe single of een nieuw album? Of? Dus het nieuwe single, dat is de derde single. Ja. Die komt dus eind mei, dus eind deze maand. En dan het album begin juni, dus kort daarna. Ja. Want ben jij nou heel erg anders te werk gegaan? Ga jij nu anders te werk met het proces van eigenlijk beginnen met schrijven tot het uiteindelijke nummer? Als je het vergelijkt met je eerdere nummers die je voor Yellow Brick Road hebt opgenomen. Ja, dit is toch wel anders, omdat dit is gewoon eigenlijk mijn eerste co-write eigenlijk. Ik heb gewoon die songs die op Yellow Brick Road staan, die heb ik gewoon met mijn bassist Robert Pronk gemaakt. En dan nu echt gewoon met nieuwe mensen. En ik heb dan, ik ben een paar dagen in New York geweest en een paar dagen in LA. En ik heb dan, even kijken, een stuk of 6 schrijfsessies gehad. En het is gewoon heel anders, omdat... Op wat voor manier is het anders? Nou, omdat we vanaf nul begonnen en je kent die mensen niet, dus het is altijd, het is gewoon afwachten. Dus het is gewoon puur afhankelijk van een klik of een vibe of weet je, dat je, dat weet je gewoon niet. Dus het is gewoon ook heel spannend en nieuw in die zin. Kan jij voor jezelf die knop snel omdraaien van, goh, ik ken jou niet, maar laten we iets gaafs gaan maken? Ja, zeker. Want ik was sowieso heel enthousiast om te gaan. En ik ging ook echt van om te leren. Omdat de mensen waarmee ik dan ging werken, die hadden al best al een naam. En met grote namen gewerkt. Dus, wie heb je onder andere gewerkt? Bijvoorbeeld Billy Mann. Dat is ook de hoofd A&R van Blue Note. Hij heeft met Sting gewerkt, met Pink. Doe het maar op. Bijvoorbeeld Toby Gett heb ik meegeschreven. Hij heeft Fergie, Beyoncé, gewoon een hele lijst van namen. Dus zo zijn er nog een aantal. Dus ze hebben gewoon met al genoeg hits. Dus voor mij was dat gewoon, ik ging gewoon naar Blanco naartoe en gewoon om te leren en om maar te zien. Het was gewoon echt een vruchtbare trip. Dus er zijn drie mooie songs uitgekomen. Twee komen op het album. En die derde bewaren we voor het tweede album. Ja. Ja. Was je vaker in New York en LA geweest? Ik ben 2 keer in New York geweest. En al eerder 1 keer in LA om het album op te nemen. Gewoon het album op te nemen. Had je dat vroeger ooit durven dromen dat je daar je muziek zou gaan schrijven? Durven dromen wel. Ik droomde er wel van. Maar dat het echt zou gebeuren, dat, ik heb wel gewoon altijd gezegd van, weet je, dat ik internationaal wil en dat dat gewoon, mijn focus is. En ik zie gewoon dat, het toch op mijn pad is gekomen, dus ik ben super trots. Ja. Ja.